Hey iedereen, vandaag tracteer ik je op een koolhydraatarm alternatief voor een van mijn favoriete Italiaanse recepten. Pasta al pesto. Het is een heerlijk zomers groentegerecht dat je gemakkelijk kan meenemen als snelle lunch naar je werk of school. Of dat je ook kan serveren als bijgerecht tijdens de zomerse barbecue. Trouwens ook heel handig voor drukke weekdagen, want je kan zowel de pasta als de pesto al perfect op voorhand klaarmaken. En minstens 2 dagen in de koelkast bewaren, zeker als je ze nog niet mengt. In plaats van klassieke deegwaren gaan we een lichter koolhydraatarm alternatief klaarmaken. Courgettennoedels. Die zijn heel rijk aan vitamine C. 1 kleine courgette bevat al bijna de helft van je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. En ze zijn ook in 1, 2, 3 klaar als je een spiralie in huis hebt. Ik gebruik vandaag deze, de Philips ProMix handblender. Super handig voor groentenoedels, want hij is volledig geautomatiseerd. Dus je kan hem ook gebruiken voor hardere groenten zoals rode biet, pastinaak, knolselder of wortel. Je kan hem trouwens ook gebruiken voor smoothies, voor soepen en voor sausjes, zoals de pesto die vandaag op het menu staat. Dus als je een kijkje wil nemen naar de handblender, ik heb hieronder ook de link toegevoegd. Ben je benieuwd naar het recept? Dit zijn de ingrediënten die je nodig hebt voor 2 personen. 4 courgetten, 2 grote koppen spinazie en 2 handenvol basilicum. 1/2 kop pijnboompitten, of je kan ook zonnebloempitten, pompoenpitten of hennepzaad gebruiken. 4 eetlepels extra vierge olijfolie. 1 eetlepel glutenvrije edelgistvlokken, die zijn optioneel, dat is een vegan kaasvervanger. Het sap van ongeveer 1/2 citroen. En dan zeezout en zwarte peper. We gaan beginnen met de courgettennoedels. En je kan die schillen als je witte spaghetti wil. Maar ik laat de schil er meestal aan, want die bevat ook de meeste vitamine. Je snijdt die best in de breedte in 3 ongeveer. En dan is het gewoon kwestie van die op de spiraalsnijder te prikken. En dan hou je deze over. Een stukje courgette dat je perfect kan meemixen in de pesto straks. Voilà, die courgettennoedels zijn al klaar. Je ziet, heel eenvoudig en snel. Op een 2-tal minuutjes heb je je pasta al. Voilà, onze courgettennoedels zijn al klaar. En nu nog onze pesto. Daarvoor ga ik eerst die restjes courgette toevoegen. 2 handenvol spinazie. En dan ook 2 handenvol basilicum. Het is ongeveer een plantje, maar ik ga nog een restje sparen als afwerking. Voilà, die gaan we nu eerst mixen en dan gaan de andere ingrediënten er ook bij. Oké, de rest van de ingrediënten gaan er ook bij. 4 lepels olijfolie. Dan het sap van 1/2 citroen. Een 1/2 kop pijnboompitjes, of je kan ook zonnebloempit, pompoenpit, hennepzaad gebruiken, wat je verkiest. 1 lepeltje edelgistvlokken. Deze zijn glutenvrij, die vind je gemakkelijkst online of in de biowinkel. Die zullen die typische kaassmaak, een hele hartige umami smaak aan de pesto geven. En dan gewoon zeezout en zwarte peper. En dat gaan we tot een heel smeuïge pesto mixen. Dat ziet er perfect uit. Als je liever een pesto hebt die nog wat vloeibaarder is, dan kan je ook wat extra courgette toevoegen. Dat zorgt ervoor dat de pesto wat vloeibaarder wordt zonder dat je extra olie of water nodig hebt. Want je wil natuurlijk ook niet dat de pesto waterig wordt. Voilà, de pesto is klaar, de noedels zijn klaar. Heel lekker ook met zacht gegaarde kersttomaatjes. En dan pijnboompitjes, die heb ik al lichtjes geroosterd. En dan nog een paar van die kleinste basilicumblaadjes. En nog een scheutje olijfolie. Voilà, onze pasta al pesto is klaar.
Ik ben heel benieuwd wat je van deze courgette pasta al pesto vindt. Dus laat hieronder zeker een berichtje na. Geef de video ook een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En voor meer creatieve groentegerechten en koolhydraatarme recepten verwijs ik je graag door naar mijn nieuwste boek Go Keto. Ik heb hieronder ook de link toegevoegd. Tot de volgende keer!